4 dagen. Goed, lekker en gezond. We hebben er echt een lekkertje nog een beetje en een grote... Ja, en een duwtje. Oh. Gek op kubeling. Wie komen er? Luxie zit er allemaal klaar. Ben je een doel, Luxie? Hier wel een leuke challenge van. Luxie, nog een vis. Een reuze kubeling. En daar komen er. Dit zijn de outfit. Cowgirl Lucilla. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de familievloggers. En het is dinsdagochtend. We zitten aan ons ontbijt. Ja. Kinderen gaan zo lekker naar school. En papa en mama gaan weer naar Benneke TV-team. Voordat de secret plan wordt ontwikkeld. Gaat leuk. Kijk weer gezellig. Er is wel wat vorst aan de grond, maar kijk eens. Een strak blauwe lucht. En hier is ons kleine woezel. Hey, woezel, jongen. Goedemorgen. En hier is natuurlijk Pip. Die is ook alweer een tijdje uit de bench. En dan gaat ze altijd lekker op het kussentje op de bank liggen. Je hebt een echt divaatje. Hè? Kom, ga even plassen. Kom, nee, kleedje hier laten, woezel. Zo. Kom op, gaan we even lekker plasje. Wij hebben vanochtend weer leuk met ons Bellinga TV-team. Ja, nog 4 dagen. Nog 4 dagen? Ja. Nou, wat mogen we niet verklappen. Maar op de terugweg nemen we natuurlijk wel weer eventjes iets lekkers mee. En lekker gezond. Familievisie. Nico, topper. Hoera. Mooi. Heb je een goed weekend gehad? Ja, dankjewel, man. Kijken zaterdagavond. Ja, wat gaaf. Ja. Ik ben helemaal verrast. Ja, ja, mooi, hè? Echt, hè? Boven. Instagrammers, hè? Ja, verwacht je toch niet? Ik heb zien komen naast TV. Nee, ja, die waren hier eerst. Wat geweldig. Leuk, dankjewel, man. Ja. Mogen wij een groot zakje familiekibbeling? Lekker, lekker en gezond. Dankjewel, Topper. Zo, en we zijn weer lekker thuis. Kijk eens. Ik zie wel, natuurlijk. Nou, we komen weer van de visboer vandaan. We waren bij het Bellinga TV-team. Waarmee we echt super gave leuke dingen aan het regelen zijn. En ik kan nog 4 dagen. Nog 4 dagen, jongens. En dan kom je erachter wat wij eigenlijk al die tijd al achter de schermen aan het doen zijn. Zo ontzettend gaaf. Is iets waar Daniel en ik echt al heel lang over dromen en over hopen dat het ooit een keer uit zou komen, gaat over 4 dagen gewoon gebeuren. En ja, ik kan met geen ander woord zeggen hoe gaaf en hoe vet het wordt. Maar ik kan nu gewoon, ja, ik laat jullie nog gewoon even in spanning. Over 4 dagen gaan jullie zien wat wij allemaal achter de schermen aan het doen zijn. Super lief, de visboer die had ook de Zepp Awards uitreiking gezien. Die vond het heel erg leuk voor ons dat we hadden gewonnen. Met zijn dochtertje Kay had hij gekeken. En we gaan eigenlijk altijd daar lekkere kibbeling halen. Ze hebben er echt de lekkerste kibbeling van de hele wereld. Want ze zijn echt super lekker. Dus Nico, als je dat ziet, we gaan er weer heerlijk van genieten. Dat is onze zingende visboer, Nico. Daar halen we eigenlijk altijd visjes als we bij het Bellinga TV-kantoor zijn geweest. Ja, we konden het nu ook gewoon niet laten om even langs te gaan. Dus Daniel die gaat zo even de kinderen van school halen. Mogen ze nog even lekker een kibbelingetje eten van Nico. En daarna gaan we weer door naar de dansschool. Want we gaan weer repeteren voor het cowboydansje wat dit weekend opgenomen gaat worden. En ja, jullie gaan het allemaal zien. We gaan heel hard repeteren. Doei, tot zo. Hey Luxie, het zonnetje schijnt. Luxie wilde meteen in de... Ja, de papa gaat Luan aan de zin ophalen. Ja, woef woef. Ja, Woezel en Pip die komen zo terug. Die rennen even de auto achterna. Die komen zo weer terug. Zijn ze weer. Maar Luxie wilde heel lekker in de schommel zitten. Dat vindt ze altijd heel lekker. Alleen we moeten nog een beetje wat gaan doen aan onze voortuin. Zoals jullie zien. Want het is nog een beetje een groot zooitje. Met name dit ook. Een groot zooitje nog. Maar goed, dat komt allemaal weer. Als straks echt het voorjaar weer gaat beginnen. Maar Luxie wilde lekker schommelen, liefie. Dat kan hoor. Ga je hier wachten? Komt papa zo meteen met Leon en Lucilla thuis. Goed? Hm? Ja, met het toetoet, ja. Met de auto. Hoor. Ja, schatje. Misschien dat we zo wel lekker hier kunnen gaan zitten. Kijk, we hebben hier een veranda hierboven. En het is echt een heerlijk chill plekje. Als je hier lekker kan zitten. En dan kijk je dus zo hier lekker weg naar het zonnetje. Wil je eruit of wil je een duwtje? Wil je eruit? 1, 2, 3. Beetje snos. Oh, genoeg, het is niet erg. Je krijgt lange benen. Je krijgt hele lange benen. Je wordt zo groot. Zullen we lekker naar binnen gaan? Ja. Ja, kom. Zo, gaan we vast even de tafel dekken.
Ja, dan gaan we nog zo even, eerst nog even lekker een kibbertje eten. Kibbertje, kibbelingetje eten. Voordat we zo meteen lekker naar de dansschool gaan. Echt, komen hele leuke video's ook weer aan. Ga je schoenen uitdoen? Goed zo, nou, ik ga even de tafel dekken. Nou, Luxie en ik gaan vast even de kibbeling verdelen. Dus, woehoe. We hebben heel veel gekregen. Van Nico. Kijk eens wat hierin liggen. 1, 2, eentje voor Luan. Eentje voor... Oeh, die vind ik zo lekker, hè? Eentje voor Lucilla. Eentje voor papa. Eentje voor mama. Een bakje te wijden. Oh nee, er zit nog geen onder. Toch? Nee, we hebben één bakje te wijden, maar dat maakt niet uit. Zo, en eentje voor Luxie. En we hebben nog een zak. Wow. Echt heel veel. Krijg je hem weer terug. Moet je opeten, Luxie. Echt super veel. Kijk dan. Oh, lekker, 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 lekker. Lekker, 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 lekker. Kijk eens, we kunnen wel doen wie de meeste kibbeling eet. Die wint. Hé, Luxie is alvast begonnen. Hé, dat is misschien wel weer een leuke challenge voor deze vlog. Dat is misschien wel weer een spontaan leuk idee van mama. Zie je? Zo. Zo. Oh, kijk eens. Zo. Als de kinderen zo meteen thuis komen, dan staat er dit op ze te wachten. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ben benieuwd wat ze ervan gaan vinden, want ze zijn gek op kibbeling. Dus dat komt goed uit, hè? En Luxie die eet ook overal een hapje van. Luxie is gek op kibbeling. Is dat lekker? Oh, ja, ik zie het. Hier is Luxie gek op. Hé, hey, schatje. Dat is een gekke vis, hè? En dat is heel schattig, want als we dan daar zijn... Krijgt ze wel eens bij de visboer, krijgt ze dan ook gewoon zo'n kibbelingetje in de hand. Ze zijn lekker aan het opstoppen. Ja. Hey, schatje. Hey, het visie visie, hè? Visie visie. Hoe doet het visje? Hoe doet het visje? Visje, visje. Misschien is dat nog niet echt een gepast liedje met deze kibbeling. Ik ben benieuwd of dit allemaal in de buitjes past. Is die voor papa? Ja, die is voor papa. Goed, ja, papa zit in de auto. Dat is een lekker poppetje. Dat is een lekker enthousiast. En wie komen er thuis? Oh, kijk eens wat we op de tafel hebben staan. Heerlijk. Gaat deze zo te zien? Die hebben we gekregen omdat we de Zeppelwoord hebben gewonnen. Ja, deze poppetje maken. Oh, echt waar? Echt waar? Luxie zit er helemaal klaar voor. Nou, laat eens even zien, schatje. Luxie wilde even wat laten zien. Ze heeft hier een armbandje. En dat armbandje heeft ze een keer van een verjaardag gekregen. En die kan ze draaien. En als ze dan draait, dan heeft ze een poppetje. Dat was hem, hè? Ja, zo is het draaien. Ja, zo draaien. Elastiekjes in elkaar. Ja. Zo, die. Hé, mam. Ja, jongen? Weet je, mijn inkspen was op. Oh. Dus ik ga even een zakje met inktpotjes Ja, dat is helemaal goed. Ja. Oh ja. Oh, en dan wordt het een poesje. Nee, een leeuw. Een leeuwtje. Oh. Oh ja, en mam, ja. Hebben we een nepkaarsje meenemen. Weet je waarom? Nou? Want ik heb een knutselhuisje gemaakt. Ja. Dus dan vouw ik hem zo op. Ja. En dan heb ik dan raampjes in gemaakt. Ja. En dan daar een plappertje en dan daar een plappertje. Ja. Zie je een raampje. Dus daarachter nog een kaarsje doet, lijkt het net als het echt een hand. Heb je dat geknutseld op school? Ja, en ik dacht... Leuk. Maar juf, als ik hem dan neer ga zetten, ja? Mag ik dan ook nog een nepkaarsje meenemen? Oh. Ja hoor, dat mag. Okay. Dat staat echt vet gezellig. Ja, dan moet je even kijken of we nog nepkaarsjes hebben. Wauw, oh, schatje, wat leuk. Had je die vandaag om je arm gedaan? Ja. Armbandje. En ik had het zo helemaal... Ik ging oefenen. En toen had ik de houtje gelezen. Ja? Kon. Echt waar? Ja. Toen had je hem snel daarna weer in een armbandje gedaan. Ja. Toen je vrouw het niet zag. Hm? Schatje. Hij is heel schattig. Wat is Luxie aan het doen? Wat ben je aan het doen, Luxie? Hm? Dat is een poppetje. Zie je te kijken.
Schatje. Wie vaststelt? Ja, dat is een poesje. Een leeuwtje is dat. Ik vind het gewoon een poesje. Een poesje of een leeuwtje? Nou kinderen, eet smakelijk met het lekkere visje van de visboer. Ik krijg extra. Oh, nou dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dit is een Hier zijn jullie wel gek op natuurlijk, hè? Heerlijk. Kunnen jullie... Ik vind het verrukkelijk. Ja. Kunnen jullie wel een leuke challenge van maken? Wie als laatste stopt met eten van de kibbeling, die wint. Oké. Okay. Dus dat betekent dat je zoveel mogelijk kibbeling moet eten dat je echt niet meer kan. Nee, ik wil dat niet doen. Ik wil dat niet doen. Oh, je wilt heerlijk van smullen. Nee, zullen jullie dan mama tegen mij? Oké. Okay. Dit is mama's bakje. En mama heeft er ook wel een sausje bij. En wie ook eerst op heeft. Ja? Wie het eerst het bakje op heeft. Mm-hmm. Oké, dan moeten we wel even veel hebben. Oh nee, ik heb er wel. Lukt u nog een visie? Oké, Lu. Dan gaat de tijd nu in. 1, 2, 3, start. Go. Mmm. Zo lekker. Echt de lekkerste kibbeling van heel Nederland. Ja. Ja. Echt. En Lucilla roken dat het in de auto is. Zo, ik heb een grote! Ja. Wow! Wow! Dat is een reuze kibbeling. En Lucilla, toen papa je net van school haalde, rook je het gelijk, hè? Oh, kibbeling! Oh ja? Kon je meteen ruiken in de auto? In de auto! Wat een lekkere geur, hè? Ja, dat doet toet, ja. Oh, boom. Oh, ja, oh ja, oh ja, oh ja. Het is niet langzaam te eten. Nee. Ik moet er nog 5. Jij nog 5? Oh jee. Ik heb nog een lekker bakkie. Zelfs, nou, dan wint papa met de 3 stukjes. Ja. Ik had hem met 2 stukjes. Maar. Yeah. Ik moet er wel bij zeggen, als je heel snel eet, dan geniet je er niet van, hè? Maar kom. Zeggen ze. Ik ben beter omwaaien. Dus bij nader inzien. Bij nader inzien. Niet langzaam steeds. Niet langzaam steeds? Nee. Zitten we morgen nog. Ga zo meteen met volle beuken naar de dansstudio. Nou, dat wel. He? Volle buiken naar de dansschool. Hoor? En Claudia, en dan krijg je ook de hik. Ja, als je heel snel eet, ja, dan krijg je de hik. Dus nou, of te snel drinken. Zullen we dan toch niet doen? Nee, niet langzaam. Zullen we er gewoon lekker van genieten? Heel erg happy. Ja, gezellig. Dit is heb je de camera even gepakt? Hé, heb jij even de camera gepakt? Had ik helemaal niet in de gaten. Dat is op een gegeven moment aangedaan. Zo, we gaan eens even boven kijken, want de kinderen zijn eventjes boven aan het spelen. Wat zijn jullie aan het doen, kinderen? Aan het fietsen in de slaapkamer. Lucilla heeft een fietsje. Ja. Ik heb niet een bakje aan, maar dit zijn al jouw inktpatronen. Ja, okay. Want ik heb het gedaan. Ja. Kijk, want, echt even hier. Ja. Kijk. Ja. Mijn inktpen die was leeg. En hier zitten allemaal... inktdingetjes in. Ik heb er 10 in gedaan. Ja. En de nieuwe daarin. Dit is jouw vulpen. Gedaan. Ja, dit is mijn vulpen. Ja. En deze kaarsjes zijn voor, want ik heb knutselwerk gemaakt. Ja. Een huisje. En ik heb hem zo gevouwd. Gevouwen? Dat zo op oor staat. Ja. En dan zit van die raampjes erin. Dan doe ik daar een plakbandje en dan daar. En als je daar nog achter 2 kaarsjes doet. Ja. Dan heb je een lampje erin. Dan heb je net een lampje. Zo, nou, daar gaan we weer. Buikjes gevuld. We hebben nog even lekker gespeeld, gekeuveld. Yes. En we gaan nu naar de dansschool. Om de kleren ook te passen van de meiden. Die heb ik ook allemaal weer binnen. Om even te kijken of alles mooi goed bij elkaar staat. Even de finishing touch op de outfits te doen. En natuurlijk weer het liedje te dansen. Kijk, de kinderen zitten al in de auto. Hallo! Hey jongens, zijn we goed? Gaan we lekker dansen? Ja. Zijn we jullie er klaar voor? Ja. Nou, let's go to the... Dat is cool. En dan komen de Bellinga Cowboy en Cowgirls aan. Nou. Hop, naar de dansen. Kijk, daar zijn die Cowgirls zusjes. Dat is een lixie. Lekker zonnetje, hè? Rode stap. Ja, rode stap. Zo. Wij zijn inmiddels in de dansschool beland. En hier hebben we alle outfits. De meiden die komen zo. We gaan zo eerst even met Claudia oefenen. Maar zullen wij eerst even de outfits aandoen? Zodat we kunnen zien of het mooi bij elkaar past. 1, 2, 3.
Tada! Dit zijn de outfits. Ik noem Luxie Klein Duimpje. Nee, ik noem Luxie. Zullen wij het hier een keer doen, Luan? Ja. Zullen we dan een beetje voor de witte muur staan, zeg maar? Ja, dat kan niet. Kijk, Cowgirl Lucilla. De sokjes verder dan, hè? Goed zo, Sil. Heel goed, liefie. Je danst boem boem mee.